ja, u weet wel dat er een zekere organisatie geweest is van het WNW. Dat was die MO, die militaire organisatie. En mijn plicht was het deze organisatie te vorderen, te steunen, breder te maken en alles dat te doen wat in het Belgisch leger de Vlamingen op een zekere dag iets zouden kunnen doen. Een opstand? Sabotage? Alles. Alles. Ja. Het ging dus wel degelijk om sabotage te plegen in het Belgisch leger. En dat kunt u gerust van mij aannemen. Dat is de werkelijke waarheid. Een goedenavond. Ons vorig programma hebben we besloten met de verwijzing naar de opmerkelijke toespraak die Staf de Klerk de 10 november 1940 heeft gehouden voor de verzamelde kaderleden van het arrondissement Brussel. Het was zijn eerste politieke redevoering sinds het begin van de bezetting. Een belangrijke reden, en niet alleen omdat de VNV-leider zich voor het eerst in het openbaar duidelijk voor de collaboratie uitsprak en de algemene richtlijnen van zijn collaboratiepolitiek toelichtte. Niet alleen omdat zijn toespraak aan het militair bestuur was voorgelegd en na wijzigingen was goedgekeurd, maar vooral omdat de Klerk erin verwees naar het optreden van de MO, de militaire organisatie in het Belgisch leger, voor en tijdens de 18-daagse veldtocht van mei 1940, een militaire organisatie die de Klerk in het geheim en in overleg met de Abwehr, de diensten voor spionage en contraspionage van de Duitse Weermacht, had opgebouwd. Tientallen van malen heb ik gezegd op onze grote volksvergaderingen of geschreven in onze bladen: het Vlaams Nationaal Verbond zal ervoor zorgen dat de Vlaming geen bloed zal vergieten voor vreemde belangen. In de conjunctuur waarin wij leefden betekende zulks geen Vlaams bloed voor Franse of Engelse belangen. Die belofte hebben wij gehouden. Als er in de maand mei geen duizenden Vlaamse en duizenden Duitse soldaten meer zijn gevallen, dan kan het VNV zulks gerust op zijn rekening schrijven. Dat kunnen wij ook bewijzen. Doch de tijd is nog niet gekomen om die schitterende bladzijde van Vlaanderens geschiedenis openbaar te maken. De dag komt, en hij is niet meer ver verwijderd, waarop zal kunnen openbaar gemaakt worden hoe het VNV tijdens de mobilisatie en tijdens de oorlog een der glansrijkste bladzijden uit de geschiedenis van Vlaanderen heeft geschreven. Vlaamse nationalisten uit de collaboratie hebben met deze opzienbarende verklaring van Staf de Klerk meer verveeld gezeten dan hun lief was en nog altijd is. Sedert nu meer dan 10 jaar hebben ze een hardnekkige woordvoerder gevonden in de persoon van Jef van Dingenen, tijdens de oorlog hoofddienstleider van het VNV, als medebandleider en gauw commandant van de Dietse Militie Zwarte Brigade voor de provincie Antwerpen en nu al sedert 1965 de leidende figuur van Broederband, het orgaan dat tot doel heeft, en nu haal ik aan, bij onze zo zwaar getroffen repressieslachtoffers en meestal zo diep vernederde kameraden terug het zelfrespect en de fierheid op te wekken, voorts de continuïteit in de Vlaams-Nationale strijd te herstellen en onder alle strijders voor Vlaanderen een band van ware kameraadschap te doen groeien. Volgens Jef van Dingenen was de verklaring van de 10 november 1940 een naïeve en dwaze, maar goed bedoelde politieke zet van Staf de Klerk om te bewijzen dat hij zelf en het VNV met de militaire organisatie betrouwbare bondgenoten van de Duitsers waren, met de hoop aldus de laatste hinderpalen weg te ruimen om de erkenning van het VNV als dé eenheidspartij van Vlaanderen af te dwingen en aldus de algemene SS Vlaanderen de pas af te snijden. Heeft Staf de Klerk in november 40 met politieke oogmerken nu al dan niet de waarheid geweld aangedaan, heeft hij toen al dan niet gebluft. Alleszins heeft hij de MO als politiek middel gebruikt om bij het militair bestuur in de gunst te komen. Bluf of geen bluf, ziedaar de reeds sedert ettelijke jaren bestaande betwisting, waaraan in gewezen collaboratiekringen en niet alleen daar
veel belang wordt gehecht aan betwisting die wij vanavond voor u willen onderzoeken. Staf de Klerk startte in 1933 met zijn VNV toen de grote hernieuwingsstroom onder stuwing van het nieuwe Duitsland in de dertiger jaren als de nieuwe orde over Europa spoelde om dit Europa op basis van het volksnationalisme weder in te richten. Nadat Hitler in januari 1933 aan het bewind was gekomen en in dat jaar zijn gezag in eigen land uitbouwde en verstevigde, liet hij van 1934 af ook zijn aandacht naar het buitenland gaan. Zo zochten zijn diensten van 1934 af naar middelen om de propaganda voor neutraliteit, onder meer ook in België, aan te wakkeren. Meneer Van Dingen, waaraan schrijft u toe dat voor de oorlog met ingang van 1934... actieve en systematische toenadering bestond tussen het nieuwe regime in Duitsland en het Vlaams nationalisme? Daarbij moet men vooral bedenken dat Hitler sinds 1933 aan de macht was en dat hij van 1934 van plan was dus het verdrag van Versailles van zich af te schudden door de herbewapening van Duitsland door te voeren en de herbezetting van de gedemilitariseerde Rijnzone. Hij vreesde wellicht daarbij dat Frankrijk erop zou reageren en daarom had hij alle belang bij al die krachten in België te steunen die de neutraliteit verdedigden. Want zo België neutraal bleef, kon Frankrijk ook niet door België de Rijnbezetting doorvoeren en zonder België en zonder Engeland zou het dat waarschijnlijk nooit gedaan hebben. Aldus kwam de Klerk reeds in 1934 in contact met de Abwehr, de spionage en contraspionage van de Weermacht, via de persoon van majoor Marwede. Dat wordt ook door Van Dingen erkend. In datzelfde jaar 1934 werden de Vlaams-Duitse betrekkingen ook nauwer toegehaald. De verbroedering onder studenten, jeugdbewegingen en cultuurdragers nam gestadig en snel toe. Aangezien in het nationaalsocialisme en het Vlaams nationalisme van toen cultuur niet zo scherp van de politiek gescheiden was, werden ook de politieke contacten veelvuldiger. Van 1934 af ontmoette de Klerk hoe langer hoe meer zogeheten Vlamenfreunden, van wie in 1940 zou blijken dat ze in een of andere Duitse geheime dienst waren ingeschakeld. Dr. Fritz Scheuermann, van september 1939 af heeft u in dienst gestaan van de Duitse Abwehr, tweede afdeling. Namelijk de afdeling voor sabotage en uitlokken van opstanden tegen het nationaal gezag in het buitenland. U heeft voor de oorlog, dit wil zeggen dus in 1939 en begin 1940, namens de Abwehr veelvuldige contacten onderhouden met een aantal Vlamingen. Mogen we daarover meer vernemen? Ja. Dat is eigenlijk zo dat die tijd al lang daarvoor begint, namelijk in een tijd als ik in Gent gestudeerd heb. Ik was... 34 en 35. Is juist. Heb daar in Gent gestudeerd en daar heb ik al mensen leren kennen die later in mijn leven een grote rol zouden spelen. Dat was dan aan de eerste plaats Gaston Stuyck toen. Gaston Stuyck. Hij was de secretaris van, de persoonlijke secretaris van Staf de Klerk en van Hendrik Elias tijdens de oorlog. Ja, maar voor mij was hij niet zo bereidwillig tegenover ons als het Staf de Klerk was. Zelfs als hij mijn vriend was. Dat was Raymond Tollenaar. Dat was die toen nog jonge, maar al gekende dokter Elias. Ik ben dan ook bij de jury van Schaver geweest. Ik heb componist van Chef van Hoofd leren kennen. Dus ik heb also deze mensen leren kennen. En daar heb ik dan ook Staf de Klerk leren kennen. Het was dezelfde tijd. Ook daar leerde ik René Lagroux kennen. Ik heb gekende hoogleraars leren kennen, waarom ik heel gelukkig was. Ik herinner aan professor Daals, bijvoorbeeld. Dat was dan in Gent? Dat was dan in Gent, ja. En ik ben dan nog wel met Dirk Smuder gegaan op de IJzerbedevaart.
Dat was voor mij een strijdvaardig volk. En het was veel romantiek daarbij, in die tijd bij mij. Samen met het Verbond van Vlaamse Oudstrijders begon de Klerk ook van 1934 af een zeer actieve campagne te voeren tegen het geheim militair akkoord tussen Frankrijk en België. En we halen nu Jef van Dingen letterlijk aan uit Broederband van september-oktober 1984. Hij, de Klerk dus, aarzelde zelfs niet om in die strijd bepaalde Duitse hulp te aanvaarden, want het was het resultaat dat telde. Einde citaat. Nochtans liet de Klerk naar buiten uitschijnen dat zijn partij zich uitsprak voor het afweren van elke vreemde heerschappij. Zo verklaarde hij 1936 in de Kamer bij de bespreking van het militair vraagstuk. Wanneer België nu door een of andere buitenlandse macht moest overrompeld worden en onder deze heerschappij komen te staan, dan kunnen wij een kruis maken over de verwezenlijking der door ons nagestreefde zelfregering. Zelfregering die wij voor ons volk langs wettelijke wegen willen veroveren. Het geheim Frans-Belgisch militair akkoord werd de 6 maart 1936 opgezegd, daags voor de bezetting van het Rijngebied door de Weermacht. Mogelijk was de invloed van de campagne van VNV en de Vlaamse Oudstrijders tegen dit akkoord hieraan niet helemaal vreemd. Maar op de opzegging was toch vooral aangestuurd door kringen van het Hof, Buitenlandse Zaken en Landsverdediging. In die kringen was sedert geruime tijd, al van in de late jaren 20, heel wat onrust gegroeid over de mogelijkheid dat ons land in een oorlog onder de grote mogendheden zou worden meegesleurd. De Klerk werd echter als het ware achtervolgd door de dwangidee dat het oorlogsgevaar van Frankrijk en niet van Duitsland uitging. Reeds in zijn reden bij de bespreking van het militair vraagstuk in de Kamer in 1936 zei de Klerk: wij hebben quasi zekerheid dat Duitsland in geval van conflict onze grenzen zal eerbiedigen. Het is meer dan waarschijnlijk dat bij een Frans-Duitse oorlog Frankrijk zelf het Belgisch grondgebied zal schenden. Daarom, los van Frankrijk. Maar als men terugdenkt aan die tijd, meneer Van Dingen, dan is het toch duidelijk dat hier de grote meerderheid van onze bevolking en ook van onze leiders veeleer een overval vanwege de Duitsers verwachten dan van de Fransen. Dat kan waar zijn voor de meerderheid van de bevolking, maar niet voor de meerderheid van de leiding van het VNV. Diegenen die overvallen hadden tevoren, dat waren nogal duidelijk de Duitsers. Hè. Denk maar aan Oostenrijk, denk maar aan Tsjechoslowakije, denk maar aan Polen. Het waren toch niet de Fransen die daar waren binnengevallen, maar de Duitsers. Nee, maar wij verwachten dus vanwege de Duitsers een inval hier in ons land. Maar de Fransen en de Engelsen hadden Duitsland de oorlog verklaard om Polen ter hulp te komen. En hoe zouden ze Polen anders hulp kunnen bieden dan Duitsland in de rug aan te vallen? Ze hebben het niet gedaan omdat ze oordeelden dat ze de macht niet hadden. Maar nu zijn bijna alle specialisten akkoord, hadden ze toen gedaan dat het waarschijnlijk succes zou gehad hebben. En de Duitsers hadden belang bij dat België niet als doormarsgebied van Frankrijk zou gebruikt worden. En het VNV of Stad de Klerk oordeelde dat de Vlamingen ook belang bij hadden. Ze hadden er beide belang bij om zich tegen te verzetten tegen een gebeurlijke Franse aanval. En wij hadden ja over onze afweerdiensten uit de andere, afweer 3 en zo verder, hadden wij heel goede berichten over een enge samenwerking tussen de Fransen en de Belgische generaalstaf. Wij vreesden dat de een of de ander daar zou kunnen komen dat als nu de Fransen of de Engelsen tot een offensief zouden overgaan, dat dat van daaruit over België zou komen. Dus hadden we alles interesse daaraan natuurlijk een tegengewicht in België te krijgen. En dat was natuurlijk die Vlaamse MO. Maar Staf de Klerk, en in dat artikel dat hij geschreven heeft, juist voor 1 september, zegt hij het nog. Welk jaar? 1939, voor 1 september, dus een paar dagen voordat Duitsland Polen binnenviel, heeft hij nog geschreven, de belangen van Duitsland liggen in het oosten, die komen niet naar hier, daarom is het geen gevaar. En heel het boek van Mein Kampf wijst erop. Hitler dacht altijd aan expansie naar het oosten toe. Het is erom dat hij bij ons is binnengevallen. Ja, maar dat is nu wat anders. Omdat hij aan het oosten dacht. Ik zeg nu maar,
wat de mensen toen dachten en wat Stel de Klerk vermoedelijk de toen mensen, dacht. Die dachten aan de mensen. Duitse spreek hier over de Vlaams nationalisten. Ah. Maar niet in de Kamer en dus niet in het openbaar, maar voor inwendig VNV-gebruik werd al in 1936 in een nota over de verhoudingen van het VNV tot het buitenland gesteld. Onze buitenlandse vrienden weten wat ze aan ons hebben. In de Europese conjunctuur van gisteren, van heden en van morgen zijn wij op elkaar aangewezen. Hun veiligheid wordt door dezelfde vijand bedreigd. Deze gemeenschappelijke vijand is Frankrijk. Wanneer de Dietse beweging, de Franse politiek, de Franse invloed en de Franse hegemoniebestreving bekampt, speelt zij in de kaart van al de tegenstanders van Frankrijk. Al wat Frankrijk vermindert, versterkt de andere zijde. Tegen Frankrijk ageren is ook in de kaart onze buitenlandse vrienden spelen. Het VNV steunen betekent dus voor deze vrienden in grote mate hun eigen belang steunen. Het VNV zegt dus aan deze vrienden: voor u bestaat de 100% zekerheid dat het VNV alles zal doen wat het kan om de gemeenschappelijke vijand te verzwakken. En niettegenstaande de door Staf de Klerk officieel aangekondigde neutraliteitspolitiek, liet de hevig anti-Belgische VNV'er Jérôme Leury dan op de bodem van zijn en gewis nog andere Vlaams-nationale harten kijken, toen hij de 13e december 1938 in de Kamer veelbetekenend uitriep: de oorlog komt. Duitsland zal naar Frankrijk oprukken. Het is Vlaanderens belang dat Duitsland de oorlog winnen. Wij zijn ook Germanen. Komt Duitsland bij ons aankloppen, dan laten wij Duitsland door. Na zulke taal kan het verwondering baren dat het VNV na de bezetting van Praag door de Duitse troepen de 15e maart 1939 in Volk en Staat het optreden van Duitsland tegenover de Tsjechen veroordeelde en tevens het voornemen te kennen gaf om weerstand te bieden indien Hitler het mocht wagen voet in ons land te zetten. Evenzeer verwondering dan over hetgeen verscheen in een Vlaams nationaal gewestelijk blad van het arrondissement Gent-Eeklo ter gelegenheid van de wetgevende verkiezingen van de 2 april 1939. Welnu, wij Vlaamse nationalisten, wij zeggen: wij hebben 20 jaar gevochten voor het los van Frankrijk. Wij zullen met dezelfde hardnekkigheid vechten voor het los van Duitsland. Moest Hitler het in zijn bol krijgen hier een voet proberen te zetten, dan zullen wij in de eerste rangen staan om met ons lijf een levende borstweer te vormen tegen gebeurlijke overrompeling. Wij willen niet leven onder de verdrukking der Walen, wij willen nog minder leven onder de knoet der Duitsers. Wij zijn Vlaams nationalisten en willen de vrijheid, de zelfstandigheid en de welvaart van ons volk. En terwijl het gevaar voor een naderende wereldoorlog hoe langer hoe dreigender werd, vermenigvuldigden zich ook de geruststellende verklaringen van Staf de Klerk. Op de VNV-landdag te Gent, de 21ste mei 1939, zei hij: wij Vlaams nationalisten zeggen onverduidst. Wij willen van Vlaanderen geen doormarsgebied maken van vreemden. Hij wezen Duitser, Fransman of Brit. Wie ons aanvalt, is de vijand. In zijn nieuwjaarsboodschap van de 30ste december 1939 in Volk en Staat stelde Staf de Klerk: het VNV is loyaal tot het uiterste in zaken absolute neutraliteit. Het VNV gaf formele opdracht aan zijn gemobiliseerden in niets afbreuk te doen aan de weerbaarheid van het leger. Dit schreef dan Staf de Klerk toen hij reeds een hele tijd bezig was met heel andere dingen, maar dan achter de schermen. Laten we daarom nu nagaan hoe de Klerk achter die schermen in de realiteit dus optrad samen met een aantal VNV-medestanders of vertrouwensmannen, om in de terminologie van achter de schermen te blijven. Maar dan wordt het later, is dan ernstig geworden. In het jaar 1939 kwam dan dokter Hans Otto Wagner bij mij, die werkte in het bureau van major Marwede. En die zegt mij: de oorlog is er en het is tijd, we hebben uw hulp nodig. Het was de Abwehr. Dat was die Abwehr. Dan heb ik dan bij Marwede gewerkt, Marwede, een journalist van beroep.
die heel vertrouwen getoond heeft in mij, omdat ik zo goede kennissen toonde over Vlaanderen. Ik moet ten eerste zeggen dat die Abwehr 1 West niet alleen met Vlaanderen te doen had. Ze had met Holland te doen, ze had met Frankrijk te doen, met de Bretonen, ze had te doen met de IRA in Engeland. Die 1 West is als een grote afdeling geweest. En ik was als officier toestandig alleen voor Vlaanderen. Met sabotage heb ik nooit te doen gehad. Ik heb wel te doen gehad met invloed te nemen op de minderheid, de zogezegde minderheid, als iemand in België de Vlaming nog aangezien heeft. Zo dus samenwerking met het WNW. Alvorens Scheuermann na de Poolse veldtocht naar Staf de Klerk werd gestuurd, werd te Keulen een vergadering belegd tussen majoor Marwede, de chef van Scheuermann, Scheuermann zelf en een vertrouwensman van Staf de Klerk. Zo werden de contacten tussen de Klerk en Scheuermann voorbereid. Maar in welke omstandigheden heeft u dan die contacten met hem gevoerd? Ja, die contacten heb ik alleen met hem gevoerd. En dat was ook typisch voor hem. Hij was zo autoritair dat hij in de tijd van de militaire organisatie, van de MO, waarvoor ik verantwoordelijk was in die Abwehr, samenwerking met hem, zich dat alleen voorbehouden heeft. Hij alleen had erover te beslissen. U kent toch wel ongetwijfeld enkele vertrouwensmannen van hem? Bert Meuris, Herman van Otegem. Ah. Niet? Raymond Tollenaren, Emile Dont. Maar, die kent u toch? Ja, maar zeker. Maar als er iets te beslissen was, dan zegt hij, dat doe ik alleen met u en met Marwede, daar gaat niemand iets aan. Oh ja. Dat was voor hem alleen. En wat heeft hij dan met u beslist? Ja, hij heeft met mij... Voor de oorlog, hè? Ja, natuurlijk. Hij heeft met mij beslist een echte samenwerking tussen de Duitse Abwehr en hem. En een wederzijds steun voor de doelen die te bereiken waren. Welke doeleinden? Van wie? Zijn doel was Vlaanderen vrij. Ik heb het gezien al in die richting dat hij zegt, wij geven u steun, damit wij zelfs vrijkomen. Ja. Ons vrijmaken. Ja. Mag ik misschien anders formuleren? Ja. Dan kunnen wij, als jullie binnenvallen en er een bezetting komt, dan kan het VNV aan de macht geraken. Juist. Vlaanderen vrij, dat was zijn doel. Meneer Van Dingenen, welke doelstellingen streefde Staf de Klerk met de militaire organisatie na? Ja, dat is zeer veelvuldig in zekere mate, maar in de allereerste plaats dacht hij aan een heruitgave van een nieuwe frontbeweging, zo het toch tot in oorlog zou komen. In de Eerste Wereldoorlog had men praktisch meer dan 2 jaar verloren voordat de Vlamingen in het leger konden georganiseerd worden. Nu wou hij dat ze georganiseerd waren voordat de oorlog zou beginnen, of tenminste reeds tamelijk goed zouden georganiseerd zijn. Staf de Klerk had alleszins 3 grote bekommernissen. Ten eerste Vlaanderen en dus ook België automatisch buiten de oorlog houden, door een echte neutraliteit. Ten tweede trachten te voorkomen dat wanneer het toch mobilisatie of oorlog zou worden, de Belgische instanties of de militaire instanties die dan over uitzonderlijke machten zouden beschikken, beletten dat ze die zouden misbruiken om de rechten van de Vlamingen terug af te bouwen en ze terug als tweede rangsburgers te behandelen. En ten derde, in geval de omstandigheden toch zo moesten zijn dat wij dreigden in een relatief lange oorlog te betrokken te worden, er trachten voor te zorgen dat Vlaanderen er met een minimum aan offers zou doorkomen. Want evenals zoveel in ons land, ook koning Leopold, was hij van overtuigd dat een langdurige oorlog uitgevochten op ons grondgebied de volledige vernietiging van land en volk zou betekenen. Maar de oorlog is totaal anders geëvalueerd. De veldslag heeft hier maar 18 dagen geduurd. En er is natuurlijk van een tweede verdiende frontbeweging absoluut niks gekomen. En indien nu de oorlog lang had geduurd, zoals in 1418? Dan had dat in de eerste plaats een beweging geweest, een frontbeweging, een Vlaamse nationale frontbeweging, om de belangen van de Vlamingen bij het front te behartigen. En in geval de situatie
niemand voorzien, niemand heeft erover gesproken, maar iedereen heeft eraan gedacht vermoedelijk, zodanig zou zijn dat een bepaald optreden, ook onwettelijk optreden, desnoods militair optreden van die Vlamingen, werkelijk Vlaanderen uit de misère zou kunnen helpen, dat ze dan niet zouden geaarzeld hebben om het te doen. Heeft de MO-leiding aan de betrokken MO-leden ook duidelijk gemaakt dat men op hen een beroep zou kunnen doen voor het verrichten van onwettelijke daden? Voordat de MO-man zijn eed van trouw aan Staf de Klerk aflegde, werd uitdrukkelijk gewaarschuwd dat dat er gebeurlijk in zat. En wat bedoelde men dan wel met onwettelijke daden verrichten? Dan dacht hij ook aan de frontbeweging. Maar is dat een onwettelijke daad? De frontbeweging heeft op een bepaald ogenblik overwogen massaal over te lopen. En Borginon heeft dat kunnen beletten met aan die defaitisten die ze dus diende, anderen waren de loyalisten, te zeggen, je mag dat niet doen, want wij moeten ons wapens in onze handen houden om desnoods na de overwinning de rechten van Vlaanderen te veroveren. En die mensen die er bij de MO gekomen waren, die waren vooral door dat idealistisch idee bezield om iets te willen doen voor Vlaanderen en door het feit dat ze dat toekomstperspectief hadden. Om wapens in hun handen te hebben in geval de Vlaamse macht zo groot zou zijn dat ze iets zouden kunnen mee doen. Maar die idee zat erachter. Ons gebeurlijk klaarhouden in geval onverwacht. De mens kan nooit weten wat er gebeurt. En er zijn zoveel verrassingen gebeurd die we niet voorzien hadden in 40. Klaar te zijn. Een organisatie te hebben dat ze konden op betrouwen om iets te doen. Maar dat was maar in de rechten van de Vlamingen af te dwingen? Af te dwingen, desnoods met onwettelijke middelen. Meneer Leo Tollenaren, in het Vlaams Huis te Roeselaren werd na de oorlog een verslag van uw hand teruggevonden over de sabotage waartoe u tijdens de 18-daagse veldtocht in het Belgisch leger is overgegaan. U was dus lid van de militaire organisatie van het VNV. Hoe is u dat geworden? In 1939 werd ik gemobiliseerd en kwam terecht in Kester bij St. Quintus Lennik. Dicht bij het huis van de leider Staf de Klerk, die een drietal dagen later mij opriep even tot bij hem te komen en mij voorstelde lid te worden van de MO, de militaire organisaties. Van het VNV? Van het VNV. Tevoren was u reeds op de hoogte van het bestaan van die geheime organisatie? Ik wist niets af van het bestaan van die geheime organisatie. En heeft hij u daar het doel uiteengezet van die organisatie? Hij heeft mij daar het doel uiteengezet, onder andere te verhinderen dat er zowel van de beide kanten slachtoffers zouden gevallen zijn, zowel van de Vlamingen als de Duitsers, dat het onzinnig was voor vreemde belangen te gaan sneuvelen. Welke zowel, waren die vreemde zowel belangen? Zowel Belgische, Franse als Engelse. Ah, dus Belgische waren ook vreemde belangen? Absoluut. geen weerstand te bieden tegen de Duitsers, maar ook sabotage te plegen in het Belgisch leger tijdens de veldtocht. Oh ja. En u heeft dan die eed afgelegd, u heeft dat aanvaard? Ik heb die eed afgelegd en dat het volledig aanvaard. We hebben namelijk die eed kunnen reconstitueren, meneer Tollenaren. En daarin stond dat het MO-lid geheimhouding en trouw zwoer aan leider de Klerk om eventueel bij een Duitse inval onwettige daden te stellen in het belang van Vlaanderen, om in geval van die inval tot sabotage over te gaan en zich over te geven. En dan met de wapens in de hand de macht te nemen. U bedoelt dat dus ook bij een Duitse inval men van die gelegenheid zou gebruik maken om een machtsgreep te plegen. Wat was het doel van die machtsgreep? Het doel van de machtsgreep was Vlaanderen vrij te maken, Vlaanderen zelfstandig te maken. Maar die instructies van de Klerk moesten dus gevolgd worden, zelfs indien ze in strijd zouden zijn met de Belgische krijgswet. Ook dan.
In een verslag over de bespreking van de problemen in het Westen in de schoot van de hoofdafdeling West van de SS-Sicherheitsdienst van de 12 juni 1939 wordt gesteld: het oberkommando der Wehrmacht wil de Vlaamse beweging louter als een middel gebruiken om de doeleinden van het Duitse Rijk te verwezenlijken zonder zich verder om die Vlaamse beweging zelf te bekommeren. Het doel van de Duitsers was, het doel van de Abwehr was. En dat was? Macht te krijgen in de administratie in Vlaanderen als België zou bezitten. En tegen de SS? Tegen de SS, natuurlijk. De Abwehr had een groot interesse aan mogelijkst vele plaatsen nu in Vlaanderen te doen innemen en met mensen te bezetten van die ze overtuigd waren dat ze met hun samenwerkten. Dat ze de belangen van de Abwehr zouden dienen. Ja, dat vonden wij. En je bedoelt daarmee het VNV, VNV-mensen. VNV-mensen. Dus VNV-mensen op belangrijke functies in België te plaatsen, omdat het dus vertrouwensmannen waren van de Abwehr. Laten we zeggen, dus een wederdienst voor de dienst die men voor de nodig had bewezen. Ja. En tijdens de 18-daagse veldtocht. Ja. Ja. En, of anders geformuleerd, Abwehr en VNV zouden dezelfde gemeenschappelijke vijand bestrijden. Namelijk de SS. Dat was het. Ja. U bedoelt, dat we de beste mensen in Vlaanderen in de VNV gevonden hebben. Ja. Zijn niet noodzakelijkerwijs de beste mensen. Natuurlijk niet. Ik ken een heleboel van Vlamingen dat ze heel fijne mensen zijn en dat waren geen VNV'ers, dat is zeker. Maar die wilden niet met ons samenwerken. Oh ja, dat is de kwestie. Ja. En die mensen van de VNV wilden met ons samenwerken. Zo heb je dat gezien. We hebben alles gedaan om invloed te nemen op die mensen die aan het hoofd stonden van het WNW, dat ze vriendschap tot ons, tot de Duitsers, toonden en zegden, dan steunen wij u ook dat Vlaanderen sterker wordt in de Belgische staat. Was het enkel vriendschap? Was er niks anders dat erbij kwam kijken? Ja, dat is eigennutzigheid, om het in Duits te zeggen. Eigenbelang. Eigenbelang van de Duitsers. U heeft dus het doel bepaald van het VNV, u heeft het doel van de Abwehr bepaald. Huh? Hoe is dat dan verder gegaan bij die contacten met de Klerk? Wat heeft dan de Klerk gedaan ten gunste van de Duitsers om, laten we zeggen, de inval voor te bereiden? Ja, ik heb bijvoorbeeld gezegd dat wij gaan groeps vormen in compagnieën en in bataljonen. We gaan zoeken naar onderofficieren en officieren die zuverlässig zijn. Die te vertrouwen zijn, vertrouwensmannen. Die te vertrouwen zijn, ja. En dan is natuurlijk over alle mogelijke plannen gesproken worden. Hoe men de mensen kan beïnvloeden in compagnieën, de Vlaamse soldaten. En in welke mate heeft u gemeend dat de Klerk, heeft hij zichzelf aangeboden met zijn MO, of heeft u... De Klerk heeft zich echt aangeboden. Bij de Abwehr. Dat is zo duidelijk geweest als iets. Hij is op een zekere dag gekomen en heeft gezegd, voilà, ik heb een sterke organisatie. Waar is hij gekomen? Bij mij. Ja, of waar ik was bij hem. Waar was dat? Dat was in Brussel natuurlijk. Ah, in Brussel natuurlijk. Ja, ik geloof in Brussel. In 1939? Dat was in 1939, dat moet geweest zijn in oktober. In oktober 1939 is hij bij u gekomen. Ja. En heeft gezegd, kijk, ik heb een organisatie, of ik zou een organisatie oprichten. Ik heb er. Ik heb er. En wij willen uw diensten sterke bewijzen. Sterke organisatie. Ja. Wij willen uw diensten bewijzen. Ja. En u heeft dat aanvaard? Natuurlijk heb ik dat aanvaard. Zal wel. Wie zal dat niet doen? Ik kan me dat voorstellen dat u het aangenomen heeft, ja. En dan is die samenwerking natuurlijk heel sterk geworden, heel eng. Ik ben dan hoe sterk? Regelmatig naar Brussel. Ah, je hebt hem dus meer dan 3 keer gezien.
Oh, ik heb de Klerk regelmatig gezien. Ah, wij dachten dat je hem twee keer in maart... Twee keer in maart en één keer in april had gezien in Vlaanderen. Nee, die was bij heeft hem veel meer gezien. Ah, die was bij mijn vader. Ik heb hem... Bestendig gezien? Ik heb hem bestendig gezien, in november gezien, ik heb hem in december gezien. Concreet gezegd, wij zullen nu sterk moeten worden in die MO. Dat wou iets brengen. Dat wou iets brengen voor de tijd, verder staan, dat ik ook iets voor u kan doen als u aan de tof van Vlaanderen vrij wilt komen. Dan moet u mij nu ook eens brengen. Ah ja, u zei als u aan de macht wilt komen in Vlaanderen tijdens een bezetting, dan moet u nu iets doen. Weerzijds, ja. Concreet iets concreet, doen. Iets. En waarin bestond dat concreet dan? Ja, dat heb ik hem overlaten wat hij wil doen. Hij zegt, ik zal alles in het leger doen, in de MO, wat ik kan doen om die militaire organisatie sterk te maken, natuurlijk. En die MO was niet bedoeld om pakjes te sturen of wat? Of gazetjes te sturen naar de soldaten? Nee, natuurlijk niet. Dat was concreet wat dan? Ja, vanzelfsprekend niet. We hebben daarmee gerekend dat bijvoorbeeld compagnieën, Vlaamse compagnieën, zullen zeggen, wij gaan, als de Duitsers komen, we gaan niet tegen de Duitsers vechten. We gaan ons overgeven. We gaan ze overgeven, ja. En ik ben blij dan, zijn vele mensen die niet hebben moeten sterven. Zowel van de Duitse zijde als van de Vlaamse. Ja. Oh ja. Ben ik blij over. Dr. Scheuermann wijst zulks erop dat de MO kan beschouwd worden als een organisatie die sterke banden met de Abwehr had? Ja, ongetwijfeld. En voortgaande op uw ja-antwoord, mogen we dan vragen welke sterke banden? Staf de Klerk en zijn vertrouwensmensen hebben beloofd alles te doen om in het Belgisch leger met sabotage, overlopen en... Neergooien van de wapens en zo verder. Weigering van uitvoer van bevelen. Alles te doen om het ons licht te maken. We hebben hem daar helemaal vrije hand gelaten om dat te doen. Wat hij wou doen. We hebben geen bevelen gegeven. Nee, dat neem ik nu aan. En je moest hem misschien geen bevelen geven. Hij kwam het misschien zelf aanbieden. Bedoelt u dat? Ja. Hij kwam het zelf aanbieden. Hij kwam het zelfs aanbieden. Het is duidelijk dat de verklaringen van Scheuermann de persoon van Staf de Klerk sterk in het gedrang brengen. Maar aangezien geen verslagen van gesprekken tussen de Klerk en Scheuermann werden teruggevonden en Scheuermann de enige nog levende getuige is, beschikken we over geen mogelijkheid om de getuigenis van deze gewezen Abwehrofficier na te gaan. Is het dan inderdaad nog aan te nemen dat de Klerk, dat alles in aanmerking genomen, niet zou geweten hebben dat u een Abwehrofficier was? Ja, een leider van... een leider, zo noemde zich, ja. Een leider, grote figuur dus, die zou dat zeker moeten geweten hebben. En hij heeft ook de steun gehad van mensen in die MO die heel ver wouden gaan met sabotage en zo. Die liefst een opstand gemaakt hebben met die roep Vlaanderen vrij. Nee? Ja, ja. Hij wist dus duidelijk van uwentwege dat het ging om sabotage en opstandigheid in het Belgisch leger. Natuurlijk. En bij gevolg is die naam Abwehr, of je dat nou wist, dat het onder de naam Abwehr... Dat moet niet absoluut geweest zijn. In het begin heeft geen hij belang geweten. Niet meer. Oppercommandant de Weermacht heeft ook maar weder onder de naam professor Messerschmidt leren kennen. Niet geweten dat een major was, nee, dat heeft hij niet geweten. Major Marwede. Major Marwede, ja. Ja. Is het niet zo, dokter Scheuermann, dat ook de Vlamingen van de MO, wanneer ze in contact traden met de Abwehr, dat ze ook schuilnamen gebruikten? Zeker, hè. Precies, zoals jullie deden. Ja, natuurlijk. Dus ze waren niet wazer dan jullie, hè? Nee. Oh, ja. Het waren ook geen kleinkinderen. Om te voorkomen dat het VNV politiek zou worden vernietigd, besliste de Klerk zijn actie onder de gemobiliseerde soldaten uitsluitend onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid uit te bouwen, wel met VNV'ers, maar los van de VNV-organisatie. Mag men spreken van de MO van het VNV of enkel van de MO van Staf de Klerk? In feite is het de MO van Staf de Klerk. Want de militanten die opgenomen werden bij de MO, moesten allemaal hun eed afleggen op de persoon van Staf de Klerk en niet op de leider van het VNV. In de MO werd de Klerk bijgestaan door enkele vertrouwensmannen.
Kent u benevens Herman van Otegem, Bert Meuris, Raymond Tollenaar en Emile Dont nog andere MO-vertrouwensmannen? Ik ken er geen meer en ook wens ik in verband met de MO geen namen te noemen. Mag ik u vragen, meneer Van Dingenen, waarom wenst u die geheim te houden, die namen? Omdat aan iedere militant van de MO de zwijgplicht werd gevraagd. En 40 jaar later wenst u die nog te handhaven? 40 jaar later is het normaal dat men kan spreken over de politieke betekenis van de MO. Maar wanneer het gaat om persoonlijke feiten, is dat een elementaire fair play tegenover mensen die erin gestaan hebben, dat het men niet bekend maakt zonder dat zij daarmee akkoord zijn. Als dan die MO toch niks geweest is, waarom moet men het dan eigenlijk nog geheim houden? Omdat de anderen er alles van gemaakt hebben dat het niet geweest is. Aangezien Van Dingenen MO-namen voor zich houdt, zijn we dan maar bij Scheuermann gaan aankloppen om bevestiging te krijgen over de V-leute, de vertrouwensmannen van de Abwehr in Vlaanderen. De staf de Klerk en zijn naaste vertrouwsten, dat was bijvoorbeeld een zekere Allegaard uit Mechelen, meubelfabrikant. Uh-huh. En een architect Wijn, dat waren zijn mensen in die hij groot vertrouwen had. Ja. Mogen wij daarmee bezig waren. Zelfs Kassel Stuik is dat niet. Nee. Mogen wij misschien nog een paar andere vertrouwensmannen van de MO opnoemen? Misschien namen die u zich zal herinneren. Bert Meuris. Ja, Meuris, ja. Herman van Otegem. Dat is juist. Raymond Tollenaar. Raymond Tollenaar, zeker. Emile Dont. Ja. Ja. Herman van Otegem was voor de oorlog de leider van eerst de Grijze en vervolgens van de Werfbrigade, beide voorloopsters van de Zwarte Brigade tijdens de bezetting. Van hem is geweten dat hij reeds voor de oorlog voor de Duitse Abwehr werkte en dat hij dit ook tijdens de bezetting deed. Bert Meuris werd tijdens de bezetting eerst bandleider van de Dietse Militie Zwarte Brigade, dan in 1943 waarnemend commandant van de fabriekswacht en nog later opperheerbandleider en stafoverste van de Vlaamse Wachtbrigade. Na de bevrijding van ons land begin september 1944 volgde hij in Duitsland lessen in een sabotageschool. Raymond Tollenaar was voor de oorlog VNV-volksvertegenwoordiger, vertrok samen met de eerste lichting van het Vlaams legioen naar het Oostfront en kwam er om het leven. Emile Dont was de adjudant van Staf de Klerk. Tijdens die mobilisatietijd bent u dan bezocht geworden door, laten we zeggen, leiders van de MO? Door verschillende. Wie waren dat? Onder andere mijn broer, Raymond Tollenaar, Joris van Steenland en de leider zelf. Ah, Staf de Klerk zelf. En wat kwamen die u zeggen? Ja, die kwamen ons dus meedelen hoe de toestand was, niet waar? En wat er ons in dat geval te doen stond. U bedoelt bij een Duitse inval? Bij een Duitse inval. En wat moest u dan doen? Eventueel saboteren, dus waar het mogelijk is, dat konden ze ons niet zeggen, omdat ze zelf niet onderlegd waren op gebied van militaire doelen. En ze lieten dat dus aan... Dat vrijwillig aan ons aan, over. Om dat zelf uit te maken. Zelf uit te maken wat er ons te doen stond. De 14e maart 1940 schreef kolonel Lahuzen, de chef van Abwehr 2, in zijn dagboek: Dr. Scheuermann door referaat 1 West met een opdracht belast, is van zijn reis naar België teruggekeerd. Hij heeft besprekingen gevoerd met de Vlaamse leider Staf de Klerk en andere vertrouwensmannen. Hierbij is gebleken dat de Vlaamse militaire organisatie gevoelig is uitgebouwd. En de 17e maart 40 maakte Lahuzen opnieuw een aantekening. De 17e maart 40 noteerde uw hogere chef Lahuzen, ja, in zijn dagboek dat u opnieuw naar Brussel vertrokken was om twee zaken te bespreken. Ja? Ten eerste de voorbereiding van een reis van VNV-leden naar het beeld van onze lieve vrouw van Częstochowa in Polen. Ja. Ik moet zeggen, op dat ogenblik, dat lag in Polen, maar Polen, dat was veroverd geworden, ja, door Duitsland. En een reis van VNV-leden naar het beeld van onze lieve vrouw van Częstochowa, dat doet dan een bedevaart denken.
Ja. Ik vind dat nogal eigenaardig, dat men op dat moment aan een bedevaart denkt in een veroverd Polen, door de Duitsers veroverd Polen. Mag ik het u cru zeggen, ging het om een bedevaart of ging het om een camouflage of iets anders? Zo, als ik dat in herinnering heb, was hoofdzakelijk Bart Hermans geïnteresseerd aan deze reis. In welke zin was Bart Hermans daarin geïnteresseerd? Betrekkingen natuurlijk ondertussen in Berlijn op te nemen met die abweer. Besprekingen met ons te voeren. Dat was een camouflage natuurlijk. Dus. En voor wie was dat nog een camouflage, die soort bedevaart? Ja, wij hadden al van plan dan een kring van Vlamingen op te leiden in onze speciaalcompagnie van de abweer. Ah, op te leiden? Ja, cursus te geven, bepaalde dingen. In de geplogenheden en die finesses van de abweer. Juist. Oh ja, met welk doel? Dat ze later konden ingezet worden. Hè. Ingezet waar en waarvoor? Worden als er een inval zou komen in België. Hè. Ah, als er een inval in België zou komen, er ook gekomen is, zouden die mensen opgeleid worden om ingezet te worden. En het ging om Vlamingen. Het ging om Vlamingen, ja. En aan wie denkt u bijvoorbeeld? Aan welke Vlamingen denkt u? Ik weet er namen, weet ik er zo niet meer. Mag ik u helpen? Zijn we niet meer. Nee, dokter Scheumann, mag ik u helpen? Ja, als u wilt. De Hen, Jules De Hen. Ja, dat kan zijn. Is dat kan zijn of is het zo? Ja, ik geloof De Hen en Verhees, geloof ik. Verhees, ja, maar u was daarbij, hè? Bij die opleiding. U was daarbij bij die opleiding? Ja, ik ben... opleiding heb ik nooit gedaan. Ik heb kleine Erziehung gemaakt. Ik ben gaan kijken, hè. Zijn gaan kijken. En hebt je daar Jules De Hen en Verhees gezien? Ik geloof van wel. U herinnert zich dat niet zo zeker? Het is te veel. Ja, maar hoeveel waren er daar wel van? Nee, het is te veel aan herinnering. Nee? Ja. Maar hoeveel Vlamingen waren er daar op dat moment om opgeleid te worden voor de Duitse abweer voor de oorlog? 40, 50. Toch 50? Ja, geloof ik toch van wel. In onze ogen is dat een hele reeks, hè. Ja. Volgens dokter Scheuermann ons nog verklaarde, was die reis naar het door Duitsland bezette gedeelte van Polen een camouflage ter opleiding van VNV-leden voor het Brandenburger Regiment, ten einde zelf tot sabotage over te gaan en aan te leren hoe men verkeersknooppunten onbeschadigd in handen kon krijgen. De VNV'ers werden inderdaad opgeleid, maar volgens Scheuermann werden ze niet ingezet omdat de oorlog reeds de 10e mei uitbrak. De intentie tot inzet was er alleszins. De 1e mei 40 noteerde Lahuzen in zijn dagboek: uit verscheidene mededelingen tijdens de jongste weken blijkt dat zich in de Vlaamse legereenheden ernstige moeilijkheden en dienstweigeringen hebben voorgedaan. Dit mag aan de versterkte actie van de militaire organisatie van het VNV toegeschreven worden. Einde citaat. De 9e mei schreef Lahuzen: Scheuermann is van 22 april tot 1 mei 40 in België en in Nederland geweest. De Klerk spant zich in om de uitbreiding van de MO te bevorderen en in het Belgisch leger tot opstand aan te zetten. Ik ben nog op... van 7 op 8 mei ben ik nog naar Brussel gevaren. Met grote snelheid, om de Klerk te zien? De Klerk te zeggen. De Klerk te zeggen. We staan kort voor de inval. En ik ben van nog naar Leiden gereden. Ja, maar misschien heeft u toch wat meer gezegd aan de Klerk. U heeft dus, want het is zeer opvallend, de 8e mei, zegt u. Ja. Dat is 2 dagen voor de Duitse inval in België. Ja. Bent u nog hier bij ons? In Vlaanderen geweest, bij de Klerk, om hem te zeggen dat de inval ging gebeuren binnen enkele dagen? Ja. En heeft hij hem ook niet om iets anders gevraagd? Zich te bereid te maken, hè? Met de MO. Tot de actie over. Tot de actie over, hè. Met de MO? Ja. Tot sabotage? Natuurlijk. Dat was een grote gevaar van mij. Want sinds december wist de Belgische Sûreté... Veiligheid van de Staat. Wisten dat ik met hem werkte.
Zij wisten dat? Dat wist ik, door andere mensen wist ik. Want ze hebben mij op 6 december vervolgd van Brussel tot Aken. Aha. Maar mijn wagen was rapper. Oh, ja. Ik was met de wagen, ik was rapper. Met hulp van iemand van de KO in Brussel, van de krijgsorganisatie. Van de? Krijgsorganisatie, die heeft mij gereden. Wat is dat, de krijgsorganisatie? De krijgsorganisatie, dat is de abweer in een staat die nog niet in oorlog is met onze staat. En waar zat die ondergedoken? In de ambassade in Brussel. De Duitse ambassade? Ja. Daar zat een afdeling abweer? Ja. Ja. Oh, ja. En er was een hotel, Albert Premier, dat die veiligheid hier binnenkwam. Ik was juist aan betaal en vraagde naar mij en ik ben achteruit. Ik ben in een taxi gesprongen en ben dan naar de ambassade gereden. En die zijn onmiddellijk met mij weg. Oh, ja. En we over de grens gereden. En vandaar was het natuurlijk buitengewoon gevaarlijk. Maar ik was de enige die speciale contact had, want ik zag de klerk ook niet rechtstreeks. Want ik zag het over een vriend van hem, wie? Waar we ons ontmoeten, dat was Allegaard. Ah, Allegaard. Wie was Allegaard? Een meubelindustrieel uit Mechelen. Oh ja. Een buitengewoon aangename mens. Voor de Duitsers? Nee, als Vlaming. Oh ja. En die speelde tussenpersoon? Hij was echt een Vlaming. Hij was een mens die heeft geen geld nodig gehad of zoiets. Hij was rijk. Was bij Allegaard samen met de klerk? Ik ontmoette Allegaard ergens in Brussel of in Mechelen. Ja. Of in en dan reed je naar de klerk? En aan die plaats kwam de klerk. Oh ja. Oh ja. Dus Allegaard heeft die samenkomst erbij gewoond dan? Ja, natuurlijk. Dus die zou er ook alles van kunnen weten? Die weet daar alles van. Oh ja. Zover als Staf de Klerk niet gezegd heeft, laat ons alleen. Maar oh ja. Ik geloof niet dat dat nodig was, hij vertrouwde hem. En de 8e mei, dus 2 dagen voor de Duitse inval, u wist natuurlijk... Ja, ik zeg dus, ik ben daar zo in januari, in februari, in maart, en verder. Ja. En de 8e mei, 2 dagen voor de inval, zit u nog de Klerk. Wat is er daar ik ben daar gekomen om te zeggen, ik heb bericht dat... Binnenkort. Ik wist nog niets van 9 mei of 10 mei. Ik heb hem gezegd, mijn vriend, we staan kort daarvoor, zoals ik denk. Dan heb ik gezegd nu dat hij zijn organisatie moet informeren, hè, dat er een van deze dagen kan gebeuren. Hè. En dat hij... Zich zou op moeten instellen. Hè. En dat hij tot de actie zou moeten overgaan? Actie overgaan, ja. Ja, wat moest hij dan juist doen? Dat was in zijn... heeft gezegd, ik heb daarvoor mijn officier en de andere officier, ik ga hem de noodzakelijke bevelen geven. Ja, want het is bijgevolg geen toeval dat precies in die dagen, na het gesprek dat hij met u heeft gehad, hij zijn vertrouwensmannen van de MO heeft samengeroepen, de klerk. Ja, dat weet ik niet. Dat is ja, voor mij interessant dat voor u te horen. Dat u ziet, wij, dat klopt of niet. Dat weten wij, dat hij dus zijn vertrouwensmannen heeft samengeroepen en dat is dus na het gesprek dat hij met u heeft gevoerd. Meneer Van Dingen, weet u of er tussen de 8e en de 10e mei 1940 concrete onderrichtingen of richtlijnen zijn gegeven aan de MO-leden met het oog op hun houding bij de inval? Ik heb zeker mijn 20-tal kameraden gesproken van de welke ik praktisch zeker ben dat ze bij de MO waren en geen enkele heeft richtlijnen gekregen. Natuurlijk was de MO een geheime organisatie. De ene wist niet wat de andere, of niet veel wat de andere deed. Theoretisch is het altijd mogelijk. Maar ik ken niemand. De 9e mei 1940 ging Scheuermann nog naar Anton Mussert, de leider van de Nationaal-Socialistische Beweging Nederland. De avond voor de 10e mei 40 kwam Staf van Niesbeck bij Jan van Hoogte te Antwerpen, bij wie hij een deel van een huis betrok. Van Niesbeck maakte deel uit van de groep De Vrienden van het Nieuwe Duitsland en ook van de anti-Joodse actie, was sterk nationaal-socialistisch gezind en onderhield contacten met Duitsland. De avond voor de inval dus kwam hij van Hoogte zeggen dat de oorlog nakend was. Ook abveeragent Herman van Otegem zei de 9e mei 40 tot zijn zoon Oswald dat de volgende dag de oorlog zou uitbreken. Oswald van Otegem, die toen 15 jaar was, verklaarde ons nu dat hij zich dat na zoveel jaren niet meer kan herinneren. Wel wist hij nog dat hij samen met zijn vader
die men de 10e mei kwam aanhouden, is gevlucht en dat ze beide tot het einde van de 18-daagse veldtocht zijn ondergedoken bij iemand te Brugge die zelf werd aangehouden. Ook moeder van Otegem werd in de gevangenis opgesloten. En de 10e mei barstte inderdaad de hel los. Diezelfde dag werd een reeks civiele MO-leiders aangehouden. Begin van de 18-daagse veldtocht spoorden Karel van Roosendaal en ook Jules de Hen via de radio Vlaamse soldaten aan de wapens neer te gooien. U weet daarvan? Ja. Dat is inderdaad gebeurd? Ja, dat is gebeurd, ja. De Hen had in 39 België verlaten onder verdenking van spionage. Daar weet u meer over, dacht ik? Ja. Hoe is hij eigenlijk over de grens gekomen? Die de Hen. Door die abweer is de Hen toen over de grens gebracht. Door de abweer. Oh ja. Tijdens de 18-daagse veldtocht was José de Geiter, later hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Gent, batterijcommandant in het 7e artillerieregiment van de 12e divisie. Hij herinnert zich nog precies wat zich de 20e mei 40 in zijn batterij voordeed, waarover hij het bevel voerde. Wij waren gekomen op de grens van Lokeren en Beervelden, de Molenhoek. En op een zeker ogenblik is een van mijn manschappen mij komen waarschuwen en zeggen dat er signalen kwamen uit een korenveld langs de weg waar wij passeerden. Op hetzelfde ogenblik was er ook een waarnemingsvliegtuig boven ons. Ik ben onmiddellijk met een paar manschappen gaan kijken en ik heb daar een van mijn wachtmeesters gevonden die bezig was lichtsignalen te geven aan een vliegtuig dat overvloog, dus bij middel van een spiegeltje. Ik heb die man gearresteerd en heb hem ook overgemaakt te Beervelde aan ons bevoogdschap. Die hebt u aangehouden, ja. Dus. Omdat hij dus op geëten dat betrapt was. U kent de naam van die wachtmeester? Ja, ik ken de naam van die wachtmeester. Maar u wenst hem niet bekend nee, te maken? Nee, ik wens hem niet bekend te maken. Om welke reden? De reden is omdat hij op het ogenblik een zeer hoge positie bekleedt in het economisch leven. En u bedoelt dat het riskant is om die naam te noemen? Nou, ik wens die naam niet verder te noemen. Ik insisteer erop dat die naam niet verder te noemen. Ja. Tijdens de 18-daagse veldtocht werden tienduizenden strooibiljetten door de Duitsers uitgeworpen of verspreid. Hierin werden de Belgische soldaten ertoe aangezet hun wapens neer te gooien en zich over te geven. Vooral tegenover de Vlamingen werd de nationalistische snaar zwaar betokkeld. Zoals bijvoorbeeld... In vredestijd de meeste belastingen, in oorlogstijd het meeste bloed. Maar met de voordelen en voordeeltjes lopen de Walen weg. Voor kanonnenvlees zijn de Vlamingen nog goed genoeg. Hoe lang nog negers van Vlaanderen? Hoe lang nog? Maar alles wijst erop dat niet alle strooibiljetten door de Duitsers werden verspreid. Oscar Reile, een hoge officier van ambt 3 van de Auslandabwehr, schrijft in zijn boek Kelterkrieg, Heises Europa. Tijdens de maanden voor de inval heeft Staf de Klerk onder meer propagandamateriaal dat in Duitsland gedrukt en in België binnengesmokkeld was, door zijn aanhang laten verspreiden. In het verslag van de Klerk van juni 40 aan de Abwehr, waarover later meer, staat te lezen dat ongeveer 15 verschillende strooibrieven door de MO met een duplicator werden vermenigvuldigd en onder de soldaten verspreid. Zelfs voorbeelden van teksten werden opgegeven en enkele exemplaren werden bij het verslag ingesloten. Maar daarbij bleef het niet. Bij de weduwe van Staf de Klerk de Ukkel werden na de bevrijding 5 verschillende gestencelde strooibiljetten weergevonden, de zogeheten breidelpamfletten. 2 biljetten met het onderschrift breidel werden tijdens de mobilisatie verspreid,
de andere drie tijdens de 18-daagse veldtocht. Hierop werd ook in handschrift vermeld voortgeven en voortzeggen of in groepjes bespreken. De pamfletten beoogden de Belgische soldaten aan te zetten tot het neerleggen van de wapens. Een paar fragmenten hieruit. Moeder en wellicht het vrouwken en de kinderen wachten op ons. Wij vechten niet voor een vreemd belang. Met Frankrijk en Engeland tegen Duitsland vechten, waren vechten voor een vreemd belang. Als het erop zal aankomen, zal Breydel u wel zeggen wat ge te doen hebt. Breydel. Vlaamse soldaat. Brussel is genomen. De Engelse dieven, bandieten en moordenaars hebben er vreselijk te huis gehouden. De helft van de stad hebben ze doen springen. Ze hebben vrouwen en kinderen kapot gemaakt. Ze hebben vele mensen geruïneerd. Ze hebben Staf de Klerk willen vermoorden. De Fransen zijn in de Kempen even slecht geweest. En voor die bandieten zouden wij ons leven moeten offeren. Wanneer moeder of het vrouwtje of onze kinderkens met ons konden spreken, zouden zij ons toeroepen: geef u gevangen. De Duitsers zijn toch te sterk. Laat u niet kapot maken voor Frankrijk of voor Engeland. Werp de wapens weg. Ook Breydel de eerste werd gevangen. En morgen ook Breydel de tweede. Omtrent deze Breydel-pamfletten bestond tot nog toe heel wat betwisting, al was het maar, omdat tegenstanders van de collaboratie een sterk vermoeden hadden dat ze door MO-leden waren verspreid. Wij hopen hierna deze betwisting voorgoed uit de wereld te kunnen helpen. Persoonlijk denk ik dat ze opgesteld zijn na de capitulatie. Ja, dat is dus de stelling die de Vlaamse nationalisten na de oorlog inderdaad hebben voorgehouden. Hè? Dat ze dus gefabriceerd zijn, vervalst zijn en na de oorlog zijn opgemaakt. Hè? Ik denk dat het meest waarschijnlijk is. Ja, ja. Vanaf de 20e mei, nadat wij teruggetrokken waren van het bruggenoord van Temse, waar de verdediging hadden op ons genoemd, zijn we in kantonnement gegaan naar Hilare bij Loker. En gedurende het kantoneren vloog er een stokvliegtuig als observatie boven Lokeren, terwijl dus infanterie-eenheden inscheepten in het spoorstation van Lokeren. Dat vliegtuig werd afgeschoten door de Belgische troep. En een paar uur nadien werden ook wij gebombardeerd in Hilare. Maar ondertussen had ik vernomen dat er subversieve pamfletten verspreid waren onder de troep. Ik heb van dat kantoneren gebruik gemaakt om een ontpakking te bevelen van de manschappen. Zogezegd om te zien of dat de uitrusting volledig was. En ik heb vastgesteld bij een van de manschappen. Dus dat meneer, ze hebben hun rugzakken open gedaan, dus alles ontpakt. En tonen. Ontpakt en getoond. Dus om te zien of dat een geledige uitrusting in orde was. Bij een van de manschappen heb ik twee pamfletten gevonden die subversief waren en die dus aanmaanden tot overgave. En dat waren Breydel-pamfletten zoals men ze heeft genoemd? Die waren ondertekend Breydel. En dat was nummer, welke nummer? Nummer 3 en 4. Oh ja. En wat heeft u met die soldaat gedaan? Ik heb die soldaat die pamfletten afgenomen en me gevraagd van wie hij die pamfletten had gekregen. Hij heeft me gezegd dat het was van een soldaat die niet behoorde tot onze eenheid en dat hij die naam van die soldaat niet wilde noemen. En dat is dan zonder gevolgen gebleven? En dat is zonder gevolgen gebleven, omdat we dus in actie waren, heb ik dus die manschap niet verder vervolgd. Ik heb dus eenvoudig het pamflet afgegeven aan de provoostschap van onze divisie. Volgens Van Dingenen in Broederband van december 83 heeft hij in de loop van de jaren aan tenminste 100 ex-gemobiliseerden gevraagd of ze ooit tijdens de mobilisatie of de 18-daagse veldtocht een Breydel-pamflet hebben gezien. Steeds was het antwoord negatief. Niemand heeft die gezien. Ik heb ze ook nooit gezien. En er zijn daarbij in zo'n stuntelig Nederlands opgesteld dat het onmogelijk is dat iemand van de leiding van de Staf de Klerk of een van zijn medewerkers die pamfletten zou opgesteld hebben. Volgens mij zijn die alleszins door de MO nooit of nooit verspreid geweest. Herinnert u zich ook nog de Breydel-pamfletten die tijdens de 18-daagse veldtocht werden verspreid? Ja, absoluut. En die zijn dan verspreid geworden dus tijdens de 18-daagse veldtocht? Ook voor, tijdens de mobilisatie. En ook de tijdens de mobilisatie? Ja. Het is dus niet juist wat VNV'ers na de oorlog hebben aangevoerd, dat die pamfletten door de weerstand na de oorlog waren gefabriceerd om het VNV
te belasteren. Nee, dat is niet waar. Het is niet... dus wel degelijk door ons ontvangen geweest, door het WNV. Door de MO. Door de MO. En door andere soldaten nog, hè? En door andere soldaten, ja. En dat was voor en tijdens de 18-daagse veldtocht? Dat was voor en tijdens de 18-daagse veldtocht. Reeds de 24e mei 1940, dus nog in volle 18-daagse veldtocht, had Staf de Klerk reeds een eerste samenkomst met afgevaardigden van de Abwehr in ons land. De 27e mei 1940, dus ook nog tijdens de 18-daagse veldtocht, had een vergadering plaats tussen afgevaardigden van de Abwehr en vertegenwoordigers van het VNV, namelijk Staf de Klerk, Hendrik Elias, Victor Leemans, Gérard Romsé, Ernest van den Bergen en Karel Lambrechts. Volgens een VNV-memorandum van de 6e februari 1941 onder de titel Over wat men noemt de Vlaamse SS, had deze vergadering tot doel de veiligheid van het Duitse leger te verzekeren door het beletten van anti-Duitse sabotage. Hiertoe werden honderden Vlaamse betrouwbare krachten als vertrouwensmannen in de industrie ter beschikking van de Duitsers gesteld. En we halen nu letterlijk uit het VNV-document aan. Dat gebeurde op een ogenblik dat duizenden onze kameraden door de schuld der Belgische regering aan de Franse en Engelse overgeleverd in zwaar gevechten aan de frontlinie waren gewikkeld. Wij legden het zwijgen op aan onze gevoelens van meewarigheid ten overstaan van eigen volksgenoten, omdat wij immer voor ogen hielden de hoofdzaak. Namelijk, er mede aan helpen Vlaanderen voorgoed los te maken van de Franse en Engelse heerschappij, om het zijn plaats te laten innemen in de rij der Germaanse volkeren. Waarover liepen nu de besprekingen van Vlamingen met Marwede? Dus nog tijdens de 18e... Ja, militaire einzelheiten besproken worden. Ik kan het zo... Militaire details besproken. De besproken worden, ik kan het zo niet meer zeggen. Maar van welke aard? Want... De welke dat nu speciaal waren, ik weet het niet meer. Ja, maar u zegt militaire details, misschien zijn dat toch geen details, nog tijdens de 18-daagse veldtocht. Terwijl het Belgisch leger nog aan het strijden was, ging het daar tussen Marwede en leden van de VNV-leiding over militaire details, zegt u? Ja, niet alleen militair. Ook militair. Ook militair en natuurlijk politiek. Politiek ook. In welke zin? Dat ze zo rap mogelijk zo'n invloed nemen in die... zich in Brussel installeren. Wel, we hebben enkele jaren ondergedoken in archieven, dokter. Ja. En wij hebben namelijk het volgende gevonden. En dat hebben we gevonden in een eigen VNV-memorandum van februari 1941. Ja. Dat het resultaat van die besprekingen, dus nog altijd voor de capitulatie, mag ik onderstrepen, dat Abwehr en VNV-leiding samenwerkten om de veiligheid van het Duitse leger te verzekeren door het inrichten van verweer tegen eventuele sabotage. Dat ook. Dat was ook. Dat u herinnert u zich nog. Dat was ook een doel. Daar heeft u ook uw doel bereikt, eigenlijk. Hè? Ik was heel tijdens blij. Tijdens de 18-daagse veldtocht, tijdens de oorlog. U moet zeggen, de Abwehr heeft wel goed werk geleverd, hè, daar in België. Ja, en ik was heel blij dat er mensen daar gekomen zijn in die ik absoluut vertrouwen had. Vertrouwen in hun Vlaamsgezindheid. En in eerlijkheid ons tegenover. Arbeidsorde, het syndicaat van het VNV, verleende reeds zeer vroeg haar medewerking aan de Duitsers. In een verslag voor Karel Lambrechts van eind maart 1941 stelde de gauwleider van Arbeidsorde voor Limburg, Smets. Reeds vanaf de 19e mei 1940, toen de Duitse overheid het spoorwegverkeer terug normaal wilde maken, stelde ik mij ter beschikking om zoveel het maar kon arbeiders aan te zetten dienst te gaan nemen bij de Duitse spoorwegen. Volgens Smets handelde hij daarbij volgens de richtlijnen van leider Staf de Klerk, die hem als vertrouwensman had aangesteld. De gauwleider van Arbeidsorde voor Antwerpen, Willems, maakte zelfs melding van uitgebreide wervingen voor het in gang zetten van de spoorwegen op een ogenblik mei 40, waarop de slag aan de leien nog aan de gang was. Hij vermeldde eveneens het inzetten van een aantal vertrouwensmannen die als echte spionnen ten dienste van de Duitsers stonden. Kolonel Lahuzen kon de 31e mei 40 in zijn dagboek schrijven.
Uit de vaststellingen die majoor Marwede te Brussel met Vlaamse vertrouwensmannen heeft gedaan, blijkt reeds nu dat de militaire organisatie van het VNV door haar beïnvloeding van de Vlaamse troepen in aanzienlijke mate ertoe heeft bijgedragen de stemming in het Belgisch leger zeer gevoelig te verzwakken om bij de Vlaamse militairen het verlangen te doen ontstaan zich zoveel mogelijk aan de krijgsverrichtingen te onttrekken. Is dat een juiste weergave van de feiten? Ik geloof van wel. Zo kan men een korte vat zien. De 31 juli 1940 schreef Van Valkenhausen in een verslag over de Vlaamvragen. Het VNV heeft zich zonder enige twijfel bepaalde verdiensten in het actiegebied van APR 2 verworven. Ook Paul Leverkoen, gewezen APVER-officier, zal later in 1954 in zijn boek over de Duitse inlichtingsdiensten schrijven. Van betekenis voor de APVER was het bestaan van Vlaams nationale organisaties in de formaties en eenheden van het Belgisch leger, waardoor de eenheid van dit leger werd verstoord en zijn strijdvermogen kon verzwakt worden. De Klerk heeft niet tot november 40 gewacht om met de verdiensten van de MO uit te pakken. Bij de weduwe van de Klerk werden namelijk de 19 oktober 1944 een aantal documenten in beslag genomen die rechtstreeks met de MO verband houden. In de eerste plaats en in het Duits gesteld verslag onder de titel Die Flemische Militärische Organisation in der Belgischen Armee 1934-1940. Werd dit verslag tot nog toe aan de Klerk toegeschreven, dan weten we nu sedert het belangrijke getuigenis van dokter Scheuermann dat het wel degelijk om een tekst van de Klerk gaat, een tekst die hij in het Duits deed vertalen om via de APVER aan het OKW-Oberkommando der Veermacht te worden overgemaakt. Ja, de Klerk heeft een verslag gemaakt over al dat wat hij gedaan heeft. Een samenvatting, die is gegaan aan kolonel Lauzen. Wie had hem daarom gevraagd of heeft hij dat zelf aangeboden? Het was de wens van alle twee kanten. Het was de wens van hem om te zeggen, wat hij allemaal... wat hij gedaan had. En ten andere zou de admiraal Canaris graag weten wat er gebeurd is gedurende een inval in België. Ja, de 18-daagse veldtocht, wat dus de MO daar verricht had. Ja, en hij heeft een heleboel van details gegeven daarover wat zijn mannen allemaal gedaan hebben. Ja. Ik geloof dat u daarom een verslag hebt, dat u die kent. Ja, dat kennen we, ja. Trouwens, was het niet zo dat u de Klerk om zulk verslag gevraagd had? Ja, natuurlijk heb ik hem daarvoor gevraagd. Ja. Maar hij was wel gelukkig daarover dat ja. We gevraagd hebben, omdat het ook zijn wens was. Maar kijk eens, dokter Scheuermann, er is een probleempje. Wij hebben dat verslag teruggevonden in het Duits gesteld. En ja. Het is Deutsch mit Haar op. Dat wil zeggen in zeer gebrekkig Duits. Ja. Nu denk ik niet dat de Klerk dat in het Duits zal opgesteld. Ziet iedereen dat dat niet een Duits, dat er van Duitser gemaakt is? Nee, weet u, kan u ons duidelijk stellen dat het verslag door de Klerk is opgemaakt en dat het dan door iemand anders vertaald is geworden? Zo zou het wel geweest zijn. De Klerk heeft dat verslag geschreven. De Klerk heeft het zeker dicteerd. In het Nederlands? In het Nederlands dicteerd. En wie zou dat dan vertaald hebben? Ik denk dat het Allegaard was. Oh ja, die meubelmaker uit Mechelen. Ik geloof dat die sprak een heel goed uit ook. Wat voerde de Klerk nu in zijn MO-verslag van juni 40 aan? De MO had een dubbele organisatievorm. Ze bestond in de regimenten en ze was ook plaatselijk georganiseerd. In de regimenten volgde de structuur van de MO de legerorganisatie en geschiedde daarom per legerafdeling. Plaatselijk kregen de MO-leden het bevel bij de Vlaamse oudstrijders aan te sluiten en daar de ideeën en de opvattingen van de MO te verspreiden. De arrondissementsleiders van het VNV moesten inlichtingen verstrekken over de betrouwbaarheid van de te bewerken soldaten. In de gemeente waar soldaten gekantoneerd waren, moesten inwoners gevonden worden die als verbindingsagenten tussen de burgerlijke MO-leiders en de gemobiliseerden wilden optreden en die een woning ter beschikking stelden voor bijeenkomsten van de gemobiliseerde en niet gemobiliseerde leden van de MO of als opslagplaats voor bladen en vlugschriften.
Ze moesten de burgerlijke adressen der bewerkte soldaten overmaken aan de betrokken arrondissementsleiders van het VNV, opdat deze de familieleden zouden kunnen bezoeken en op hun beurt bewerken door propaganda en eventueel door steun in geld de natura. Bij het uitbreken van de vijandelijkheden moesten die verbindingsagenten onmiddellijk bij de burgerlijke MO-leiding de bevelen en onderrichtingen voor de gemobiliseerde MO-leiders gaan halen. BM, en dat is ongetwijfeld Bert Meuris, werd tot leider van de MO aangesteld. Elke afdelingsleider, nog steeds volgens het verslag, werd door de klerk of diens plaatsvervanger beëdigd. Hij moest eveneens strikte geheimhouding zweren en de bevelen van de MO opvolgen onder bedreiging van zulke straf dat het hem onmogelijk werd gemaakt de MO te schaden of zijn kameraden te verraden. Bovendien handelt de verslag over het voorbereiden van mogelijke sabotagedaden, zoals het opblazen van bruggen te beletten, doorsnijden van telefonische verbindingen, onbruikbaar maken van automatische wapens en artilleriegeschut, met één woord, er moest derwijze gehandeld worden dat het Duitse leger een minimum van weerstand zou ontmoeten. Aan ongeveer 100 estafetten was bevel gegeven om naar Brussel te komen wanneer ze dachten dat de conflict zou kunnen uitbreken. Tijdens de nacht van de 9e op de 10e mei 40 boden 30 onder hen zich aan. De vrijdag, de 10e mei, tussen 6 en 13 uur nog 48. Ze werden ermee belast onmiddellijk of later met de afdelingsleiders contact te zoeken. Ze moesten volgende mededelingen overbrengen, mondeling dan. Ten eerste, niet op de Duitsers schieten. Ten tweede, zich gevangen geven, zo mogelijk massa. Toen de Duitse troepen België binnenrukten, werd een groot aantal documenten van de MO vernietigd of verborgen. De meest actieve burgerlijke MO-leiders werden onmiddellijk aangehouden en weggevoerd. Dat is de inhoud van het bewuste verslag van juni 40. Bij het MO-verslag waren 7 bijlagen gevoegd over het optreden tijdens de 18-daagse veldtocht van MO-afdelingsleiders en leden, wier naam op 1 uitzondering na slechts met de beginletter wordt vermeld. Hierin is sprake van wegwerpen van wapens, onder meer in het kanaal van Terneuzen, van weigering te schieten, van zich gevangen geven, het buiten werking stellen van een stuk geschut en een mitrailleuse en dergelijke meer. Voor mij is dat een redelijke handige mengeling van waarheden, bluf en vooral onwaarheden. Men heeft daar aan de MO na de capitulatie een betekenis willen geven waarvoor ze absoluut niet opgericht geweest is. Dat verslag, die gegevens die in dat verslag staan, dus dat zijn getuigenissen van leden van het Belgisch leger die een verklaring afleggen over de sabotagedaden, over de, laten we zeggen, de lusteloosheid, over het overgeven, het overlopen, het niet schieten op de Duitsers enzovoorts. U meent dat dat met de werkelijkheid overeenstemt? Dat geloof ik wel. Ik geloof dat hij niet geloofde. Op welke grond gelooft u dat? Ja, hij was mij te eerlijk. Onder de bij weduwe de klerk in beslag genomen documenten komt nog een reeks verslagen van MO-leden voor, waarin zij uiteenzetten hoe ze hun opdracht als MO-lid hebben vervuld. Deze verslagen dragen de naam en het militair adres van de betrokken MO-leden. Sommige zijn ook door hen ondertekend. Verscheidene verslagen zijn gesteld in het handschrift van staf de klerk, soms op papier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Zijn er benevens de ons 7 bekende verslagen van MO-leden over hun activiteiten tijdens de 18-daagse veldtocht ook nog andere verslagen door MO-leden opgemaakt, bij u weten? Vermoedelijk wel, want er waren tientallen MO-mannen, misschien wel honderden. Niet geen duizenden, maar honderden. En zover ik weet is aan ieder MO-man een verslag gevraagd na de 28e mei. Niet over zijn activiteiten zozeer, maar wel over de activiteiten die men misschien aan de MO zou kunnen toeschrijven hebben. Kunt u wat concreter zijn met dat laatste? Wel ja, het is heel gemakkelijk wanneer een peloton achteruit trekt, om gelijk welke reden. Wanneer dat soldaten in wapens wegwerpen om beter te kunnen gaan lopen, achteraf te schrijven, dat hebben ze gedaan in gevolge de actie van de MO. Wanneer een mitrailleuse die noodgeschoten heeft omdat er geen Duitsers in een omtrek geweest is, kan men gemakkelijk zeggen, we hebben die mitrailleuse gesaboteerd. Ze heeft toch niet gediend. Als soldaten gingen lopen uit schrik voor de Stukas of alleen maar uit paniek, dan werd dat voorgesteld als zijnde een gevolg van de MO-actie en daar was absoluut van de MO geen sprake.
Men heeft alles wat in de eenheid van de militant gebeurde zo trachten te draaien dat het kon voorgesteld worden als een gevolg van de MO. In Broederband van januari 1984 schreef Jeff van Dingenen: men zal nooit een betrouwbare getuige vinden die zal zeggen: ik ben lid van de MO geweest en ik heb inderdaad gedaan wat in mijn rapport vermeld wordt. Dat wij een lid van de MO hebben kunnen vinden en zelfs interviewen, is tevoren uit het gesprek met Leo Tollenaren al gebleken. Dat Leo Tollenaren een betrouwbare getuige was, zal een lezer van Broederband wel niet betwijfelen. Dat Leo Tollenaren tenslotte in de werkelijkheid ook gedaan heeft wat hij in zijn rapport heeft vermeld, mogen hierna blijken. En heeft u dan de Klerk teruggezien na de 28e mei 40? Ik bedoel dus in de eerste tijd van de bezetting? Na de 28e mei is de leider zelf naar Roeselare gekomen. Want ik woonde naar Roeselare? Naar Roeselare. Ik woonde toen in Roeselare en zat op het secretariaat van het VNV. Oh ja. Daar heeft hij mij gevraagd verslag op te maken over mijn belevenis tijdens de oorlog en mijn sabotage die ik eventueel zou gepleegd hebben. Mm-hmm. En heeft hij u bevel gegeven het verslag te schrijven? Heeft mij nooit bevel gegeven. Ik heb dat vrijwillig gedaan en heb dus zo getrouw mogelijk weergegeven wat er in mijn gebeurtenis, of liever in mijn achteruittrekken van de troepen is gebeurd. Heeft u nog een kopie van dat verslag? Dat heb ik niet meer, want dat is gestolen geworden in het Vlaams Huis in Roeselare. Wel, in ieder geval, meneer Tollenaren, wij kunnen u geruststellen, wij zijn niet de dieven, maar we hebben de tekst ervan weergevonden. Er zijn nog andere middelen dan het stelen. Mag ik even voorlezen om uit te maken of het wel degelijk om uw tekst gaat? Wij deden de gedachte ingang vinden dat de Belgische neutraliteit een verzinsel was om ons te foppen en dat het zeker was dat men zou trachten ons naast Frankrijk en Engeland dus voor deze beide landen te doen vechten. Zo kwam 10 mei. Wij lagen in stelling aan de brug te Kwaadmechelen samen met de eerste compagnie mitrailleurs. De 4-7, nota bene, dat waren antitankkanonnen, waren door ons onbruikbaar gemaakt. Omdat juist deze die moesten vuren van onze manschappen waren. Ineens stipt op 150 meter voor ons op de steenweg een luxe kar met 3 Duitse manschappen. Niemand der onze schiet. Toen ineens de Duitsers achter de kar springen en beginnen te vuren. Ik doe teken aan een onze hoornblazers die onmiddellijk de aftocht blaast. Ondanks de pogingen der gegradeerden verlaten de soldaten de stellingen in het veld. Een soldaat der vierde compagnie komt bij mij en met ontroerde stem deelt hij mij mede: Leo, dat was u dus, het is gelukt, geen enkel mijner manschappen heeft geschoten. Is u akkoord, meneer Tollenaren, dat het hierbij om uw tekst gaat? Absoluut. En is uw verslag een getrouwe weergave van hetgeen zich in de werkelijkheid heeft voorgedaan? Absoluut, dat is zo getrouw mogelijk. Dus alles wat daarin staat is werkelijk gebeurd. Ja. U heeft het verslag geschreven op verzoek van de Klerk, zegt u. Ja. Maar door wie is de inhoud bepaald? Door mijzelf. En u hebt zojuist mogelijk de werkelijkheid weergegeven. Absoluut. De Klerk heeft u niet gezegd dat u uw verslag moest vervalsen. Absoluut niet, integendeel. Dat is niet gebeurd, dat zou hij ook niet geëist hebben van mij. Ten andere, ik had een kameraad in Roeselare, waarvan ook hetzelfde is gevraagd geworden om een verslag op te maken. En ook die heeft over, over zijn sabotage. Over zijn sabotage. En u weet? En ik weet met zekerheid, dat kan ik stellig bevestigen, dat hij dat gedaan heeft objectief en juist de waarheid weergegeven. In overeenstemming met de werkelijkheid? Met de werkelijkheid. Is dat niet een zeker Matthijs? Dat is een zeker Matthijs. Hmm. Want inderdaad, dat bewijst trouwens dat de Klerk nog bij andere MO-leden is geweest om zulke verslagen te doen schrijven. Dat zal waarschijnlijk.
Heeft u de indruk, meneer Tollenaar, dat door Staf de Klerk is gepoogd geworden stukken te doen schrijven over de sabotage die door MO-leden is gepleegd geworden en die niet werkelijk gebeurd is? Dat geloof ik niet. En daar ben ik stellig zeker van dat de reden dat niet zal geëisten bij geen enkel van de mensen. En om te beginnen bij u al niet? En bij mij al zeker niet. Nee. En u weet ook wat Matthijs geschreven heeft, stemt dus overeen met de werkelijkheid. Dat stemt ook overeen met de werkelijkheid. Het is dus juist dat de weerbaarheid van het Belgisch leger is ondermijnd geworden door een aantal MO-leden. Absoluut. Waarom heeft u dan tegenover het gerecht na de oorlog verklaard dat uw verslag niet juist was? Omdat ik wist dat dat een zeer gevaarlijk punt was voor ons, voor mijn straf. Hadden zij dat moeten kunnen bestatigen, dan zouden ze mij waarschijnlijk de doodstraf gegeven hebben. In de papieren die na de bevrijding bij de weduwe van Staf de Klerk werden gevonden, bevindt zich eveneens een verslag in het handschrift van de Klerk uit de zomer van 1940 en bestemd voor het militair bestuur. Volgens de Klerk hadden de 2100 eedverbondenen het op zich genomen in het Germaans gedeelte van het Belgisch leger, in geval het opgesteld werd tegen Germaanse broeders, een Duitse overwinning te bevorderen. Nog steeds volgens de Klerk werd hetgeen de duizenden door de eedgenoten bewerkte medestanders in de MO gepresteerd hebben, vastgesteld en officieel gecontroleerd. Opportuniteitsredenen beletten evenwel zulks in het openbaar bekend te maken. In verband met dit verslag mag het niet uitgesloten worden dat de Klerk het optreden van de MO in een bijzonder gunstig daglicht kan gesteld hebben om al dus in de gunst van het militair bestuur te komen. In een in het Duits vertaalde tekst van einde 41, begin 42, uitgaande van de VNV-leiding, wordt bevestigd dat Staf de Klerk sedert 1934 in contact stond met de Abwehr. Ik haal aan. Overtuigd dat de natuurlijke bondgenoot van Vlaanderen niemand anders kon zijn dan Duitsland, kwam de Klerk in 1934-35 in voeling met Duitse instanties, namelijk met de Abwehrstelle. En deze voeling werd nooit meer onderbroken. Van dit ogenblik af werd de gehele politiek van het VNV, hoewel zelfstandig bepaald, steeds na overleg en bespreking met Duitse instanties uitgevoerd en door deze aangenomen. In verband met de MO valt te lezen: de juistheid deze gegevens en datgene waartoe ze geleid hebben werd gedeeltelijk vastgesteld in een gecontroleerd verslag dat bij veldmaarschalk Keitel werd ingediend. Staf de Klerk's fameuze verklaring van de 10e november 40 heeft heel wat opzien in ons land verwekt, zelfs onder Vlaamse nationalisten. Ook het hoofd van het militair bestuur, Reder, schreef nog eens een tetigheidsbericht van de 2e februari 1941. Op de verklaring van de Klerk over de subversieve activiteit heeft de Belgische publieke opinie uiterst ongunstig gereageerd. Het leek het militair bestuur daarom geenszins doelmatig dat de Klerk om zijn houding officieel door een dienst van de Wehrmacht werd geloofd. Een paar weken geleden, schrijft Reder, sprak Staf de Klerk te Antwerpen. Hij zei dat het VNV reeds voor de oorlog subversieve activiteiten in het Belgisch leger gevoerd had. Deze zakelijk juiste verklaringen hebben in de publieke opinie groot opzien gebaard. Talrijke fatsoenlijk denkende Vlamingen, die de nationaliteitenstrijd niet zo consequent als Staf de Klerk doordenken, hebben wat dat betreft afstand genomen. De militair verwelting heeft er Staf de Klerk op gewezen hoe ongeschikt, onzwekmeisig dergelijke rede was. Spontaan, zeg ik, rede spreekt of schrijft met kennis van zaken. Ik echt altijd het meeste geloof in de tijdenkeesberichten van Reder, de activiteitsverslagen, omdat ze voor intern gebruik bestemd zijn. En ik zou dus, ik zeg nog eens, op het eerste gezicht zou ik zeggen, spontaan, ik zie niet in waarom Reder hier zou gelogen hebben. Maar ik zie ook een andere mogelijkheid. Ik sta kritisch als historicus tegenover de tekst. Het is mogelijk, ik zeg wel, het is mogelijk, dat Reder die zaak vooruitgeschoven heeft. We zijn in december 14, januari 41. Reder zit daar in zijn nek met de algemene SS Vlaanderen. Hij wil het VNV vooruitschuiven
en wil het als het ware een patent bezorgen. Dus ik kan aannemen dat hij om het VNV wat glans te geven, die zaak aangedikt heeft. Maar ik voer onmiddellijk aan toe. Dat Reder niet kan uitgevonden hebben, totaal, wat hij schrijft over de MO. Goed, en hoe beoordeelt u nu die tweede mogelijkheid? Wat bedoelt u door beoordelen? Moreel beoordelen? Nee, natuurlijk niet moreel beoordelen. Ik acht ze... Historisch beoordelen bedoel ik. Ik acht ze tamelijk onwaarschijnlijk. Ondanks de waarschuwingen van het militair bestuur en ondanks ook het aandringen van zijn medewerkers, heeft de klerk evenwel geenszins ertoe willen besluiten over zijn MO-actie te zwijgen. De strategische terugtocht van de klerk na de 10e november 40 heeft inderdaad niet plaats gehad. Steeds maar opnieuw had de klerk het in het openbaar over zijn MO. Nog in datzelfde jaar 40, de 24e november te Leuven, de 1e december te Antwerpen, de 22e december te Wetteren, de 23e maart 41 te Tielt, de 15e juni 42 te Brussel. En niet alleen de klerk, maar ook anderen hadden het over de MO, tot zelfs in 1943 toen Frans Daals zijn open brief aan de Duitse overheid schreef. De Duitsers zouden moeten weten dat zij grotendeels hun vlug succes in het Westen te danken hebben aan de demoraliserende actie die de Vlaamse nationale soldaten nauwgezet, vastbesloten en op gevaar af van hun leven in het Belgisch leger hebben gevoerd. Maar in zijn naoorlogse, ongepubliceerde gedenkschriften schreef Elias: ik ben persoonlijk in de eerste dagen na deze verklaring bij Staf de Klerk gaan protesteren tegen zijn uitlatingen. Ik heb hem recht in het aangezicht gezegd dat wat hij verteld had leugens waren en dat hij dit best moest weten. Dat ik zijn verklaring als een niet meer goed te maken blunder in elk opzicht beschouwde en dat, indien hij nog verder rond die thema mocht propaganda maken, ik van de eerste gelegenheid zou gebruik maken om hem in het openbaar te logenstraffen. Ik kreeg de toezegging dat hij dit thema in het openbaar niet meer zou behandelen. En dit is ook, op één uitzondering na geloof ik, gebeurd. Welnu, zulks beantwoord hoegenaamd niet aan de werkelijkheid. Staf de Klerk heeft nog herhaalde malen in het openbaar over de MO gesproken en nochtans heeft Elias hem nooit in het openbaar gelogenstraft. In dit verband mag verwezen worden naar de verklaringen van Wart Hermans in het dossier Repressie dat door het weekblad Humo in februari-maart 1973 werd gepubliceerd. Hermans was al voor en ook nog tijdens de oorlog zeker geen vriend van Elias. Volgens Hermans was Elias even goed op de hoogte van de MO als hijzelf en de andere flamingantische tenoren. Elias hoeft zich nu niet meer van den domme te houden en met zijn academische relaties te proberen in de geschiedschrijving door te drukken alsof deze toestanden onzeker en niet te bewijzen zijn. Elias gaf de nare indruk nog te hopen met enig Belgisch fatsoen de geschiedenis te kunnen ingaan. Als je hem leest, lijkt het wel of hij er nooit bij geweest is. Niet bij het VNV en niet bij de hele collaboratie. Ik vind dat een wraakroepend verraad aan de zaak, waarvoor minder uitgekookte jongens aan het Oostfront gesneuveld zijn of nu nog in de miserie zitten. Het is hoogverraad vanwege de lui die niet geaarzeld hebben om in zwarte uniformen als de leiders te paraderen. Wat halen we er nog mee? De collaboratie te minimaliseren. We waren Duits gezind tot over onze oren. We hebben duizenden jongens in de vuurlijn gestuurd. We spuwen op hun graf als we de schijn willen wekken dat we eigenlijk nooit iets tegen België hebben gedaan. Mogen wij misschien nu samen met u een conclusie halen uit hetgeen wij nu onderzocht hebben? Ja. Dat de beslissing van de VNV-leiding om in geval van oorlog met Duitsland politiek en militair samen te werken reeds voor de 10e mei 40 duidelijk vaststond. Dat is zeker. Dat de VNV-leiding reeds voor de 10e mei 40 in feite politiek en militair met Duitsland samenwerkte. Ook dat is een feit. Ten slotte dat het VNV met deze vooroorlogse samenwerking begonnen is met de hoop dat het tijdens een mogelijke Duitse bezetting de macht in Vlaanderen zou krijgen, omdat het die zonder oorlog en bezetting
en binnen het Belgisch staatsbestel toch nooit zou kunnen veroveren. Mag ik u een... Ik kan het niet beter zeggen, had u het gezegd. In november 40 hield Staf de Klerk met toestemming van het militair bestuur een inderdaad opzienbarende toespraak, waarin hij onder meer ongeveer verklaarde dat dankzij het VNV duizenden Vlaamse en Duitse soldaten tijdens de 18-daagse veldtocht het leven was gespaard. Meent u, zoals vaak wordt aangevoerd, dat de Staf de Klerk tijdens die toespraak over de verdiensten van het VNV tijdens de veldtocht heeft gebluft? Nee. Het was geen bluf. Geen bluf. Er zijn inderdaad duizenden Vlaamse en Duitse soldatenlevens gered geworden dankzij het optreden van de MO. Ja. Het ging dus wel degelijk om sabotage te plegen in het Belgisch leger. En dat kunt u gerust van mij aannemen. Dat is de werkelijke waarheid. Dat is absoluut geen bluf geweest. Dat is werkelijk bestaan. Ten ander, u kunt het ook zien aan de verklaring die ik afgelegd heb aan de leider Staf de Klerk. De leider heeft absoluut niet gebluft. Er zijn wel pakjes verstuurd geweest, maar in hoofdzaak was de MO, de geheime dienst, de organisatie voor het saboteren van de oorlog. En van het leger bedoel je? Van het leger. En ik mag dat gerust van u aannemen? Gij mag dat gerust van mij aannemen. Jef van Dingenen stelt in Broederband van september-oktober 1984 als duidelijkste bewijs om aan te tonen dat al dit gepraat over sabotage bluf was en is, dat geen enkel MO-man voor zulke sabotagedaden door het repressiegerecht werd veroordeeld. Welnu, wij kunnen hem hierbij mededelen dat onder andere Emile Dont en Johannes Lecluze wegens MO-activiteiten wel werden veroordeeld. Mochten meer en sneller gerechtsstukken ter beschikking worden gesteld, dan kunnen we hem verzekeren dat nog andere MO-leden op dezelfde grond werden veroordeeld. Trouwens, een aantal MO-leiders en leden zijn niet wegens hun activiteit in de MO veroordeeld geworden, omdat ze tijdens de bezetting zo sterk in de collaboratie zijn opgetreden dat ze alleen op grond daarvan werden veroordeeld. Daarboven werden niet alle strafbare feiten noodzakelijkerwijze in aanmerking genomen om tot veroordeling van de betrokkenen over te gaan. Dat de MO tot subversieve activiteiten is overgegaan, leidt geen twijfel. De vraag is nu of die subversieve daden de krijgsgebeurtenissen beslissend hebben kunnen beïnvloeden. Velen met ons zijn ervan overtuigd dat daarop ontkennend moet worden geantwoord. De nederlaag van het Belgisch leger in mei 40 kan niet aan de subversieve actie van de MO worden toegeschreven. Een hele reeks andere landen zonder MO hebben toen inderdaad eveneens de nederlaag geleden. De verklaringen van de door ons ondervraagde getuigen in verband met het optreden van de MO konden door ons niet volledig worden nagegaan, aangezien eigentijdse documenten tot nog toe niet konden weergevonden worden, in de veronderstelling natuurlijk dat die ooit hebben bestaan. Het ging tenslotte om een geheime organisatie. Bovendien is het aantal getuigen erg beperkt. Een aantal andere MO-leden zijn trouwens niet bereid gebleken ons te woord te staan. Zij wilden zelfs niet geweten hebben dat ze tot de MO hebben behoord. De vraag mag gesteld worden of Staf de Klerk hierbij de verdiensten van de MO niet dik in de verf heeft gezet om het politiek alleenrecht van het VNV tegen de algemene SS af te dwingen. Want van dan af is de politieke collaboratie in een stroomversnelling geraakt, een stroomversnelling die wij volgende keer, hopelijk met u, zullen kunnen volgen. Een goedenavond.